Goedendag, welkom bij de Tasty Food Lab. Vrijdag is het vandaag, om exact te zijn, bijna weekend. En met het oog op weekend heb ik natuurlijk normaal gesproken al een vlog uitgegooid en een kookvideo. Nou, heel eerlijk, ik ben er niet aan toegekomen. Wel al livestream gisteren nog even gedaan. Was hartstikke leuk trouwens ook, heel veel leuke reacties. En het wil nu als volgt. Koken ben ik van een beetje niet toegekomen. Tot mijn spijt. Sorry. Maar ik heb natuurlijk een archief van pakweg 3 jaar. Dus er zat overal altijd wel ergens iets leuks tussen wat ik natuurlijk weer even opnieuw op kan gooien. En dan zou je zeggen, waar ik niet koken van de week hou. Ik ben heel druk bezig geweest met de professionaliseringsslag binnen de Tasty Food Lab. Dus ik heb de website onder andere genomen. Ik heb al mijn socials nagekeken. Ik ben bezig geweest met het gebruik van t-shirten en van een banner. Heeft er ook mee te maken dat ik naar aanleiding van het succes eigenlijk op de Utopia hoeve, dat ik eigenlijk een volgende stap kan zetten op dit moment. Sterker, ik ben tot eind van het jaar volgeboekt op het gebied van live cooking door geheel Nederland. Wow, ja, fantastisch. Ik word er heel erg blij van en ik ontmoet ook zoveel leuke mensen. Ik krijg een heel ander netwerk. Alleen maar enthousiaste mensen, dus dan hebben ze aan mij ook natuurlijk wel een hele goede. Het is als volgt, volgende week heb ik de tweede sessie en die vindt eigenlijk bij mij nog relatief om de hoek plaats. En dat is, ik moet even goed kijken op de spiekbrivier, bij Schapen Kaasboerderij Tusken, Bosk en Mar. Ja, dat is Fries. En dan kun je nagaan, ik ben van origine ook Fries praten, dat is echt wel een moeilijk dingetje bij mij. Maar ik versta het uiteraard wel. Dus dan komt het altijd goed. Volgende week live opname. Even kijken hoeveel materiaal het wordt. Dus het wordt een 2. Het wordt sowieso een 2 luik. Misschien zelfs net als bij Utopia hoeven een 3 luik. Dus we gaan weer het hele verhaal opstarten. Het wordt weer fantastisch. Erg leuk. Ze hebben echt een heel mooi product. Verse schapenkaas. Dus dan krijg je een beetje mozzarella-achtig product. Waar ik de receptuur al voor geschreven heb. Echt heel erg leuk weer. Volgende week gaat mijn zusje mee. Laura kan niet. Spijtig, maar oké. Ik heb altijd in dat geval een goed alternatief. In de vorm van Alieke. Dus die zul je volgende week ook voorbij zien komen. Wordt dus fantastisch. Houd het gewoon lekker in de gaten. Ik probeer volgende week woensdag ook nog een livestream te doen. Maar bind me daar niet helemaal op vast. Mochten er vragen zijn, info@tastyfoodlab.nl of laat even een berichtje achter op social media. Ik zou zeggen, maak er een heel fijn weekend van en wij spreken elkaar later. Dag!